Welkom bij Aquapurga. Mijn naam is Roger Rammers en ik ben technisch verantwoordelijk voor de mestverwerkingsmachines die Aquapurga in samenwerking met mestpartners voor de boeren heeft ontwikkeld. Aquapurga, zoals de naam ook al zegt, maakt van de mest van deze varkens schoon water en dikke fractie. En het schoon water is loosbaar op het oppervlaktewater. Wekelijks zal de mest van deze varkens uit de put van de boer in deze put worden gepompt, waar ik nu op sta, en door de machine die ik u dadelijk zal laten zien verwerkt worden. Loosbaar water is alleen te krijgen als we eerst de vaste delen uit de mest halen. Daarvoor hebben we hulpstoffen gebruikt om het resultaat te krijgen dat de vaste stof en de vloeibare deel zich van elkaar scheidt. De vinger weglopen lassen. Waarbij we de vaste delen eruit gefilterd hebben en het vloeibare verder via biologie zullen terugbrengen naar schoon water. Een van de belangrijkste onderdelen van onze mestverwerkingsmachine is de biologie. Deze is ingebouwd in een container om zeg maar ons systeem zo modulair mogelijk te kunnen opbouwen en ook te kunnen uitwisselen. In de biologie worden de stikstofverbindingen omgezet in te filtreren andere materialen, nitraten, nitrieten, zodat we de ammoniak er zoveel mogelijk uithalen en het schone water kunnen maken. Na de biologie doen we met behulp van een beschermfilter gaan we de ultrafiltratie doen, waarmee we zeg maar het laatste oplosbare delen en onoplosbare delen uit het water zullen filtreren, zodat we in de laatste fase van de reverse osmose het schone water eruit kunnen halen. Om onze installatie jaarlijks zeg maar 25.000 kubieke meter mest te kunnen laten verwerken, zal die dag en nacht en ook onbemand moeten kunnen draaien. Daartoe hebben we dit systeem als hart van ons systeem, waar computergestuurd op allerlei fasen wordt bewaakt en ook zeg maar via de computer aan ons wordt medegedeeld hoe het met deze installatie gaat. Na de biologie en na de ultrafiltratie is het restwater geschikt voor de reverse osmose en heeft het inmiddels deze vorm aangenomen. U ziet dat er al heel veel uit verwijderd is. De laatste fase van de verwerking van de dunne mest is de reverse osmose, omgekeerde osmose. Het is een vorm van ultrafiltratie waar de watermoleculen worden gescheiden van grotere moleculen. En dat is zeg maar het restwater wat we overhouden, waar stikstof en kalium nog in zit, en het schone water dat loosbaar is op het oppervlaktewater. Uiteindelijk is dit het schone water, Aquapurga, dat we mogen lozen op het oppervlaktewater. We hebben net gezien hoe de dunne mest uiteindelijk tot schoon water werd gereduceerd en een concentraat. En hier zien we hoe de dikke fractie verder ingedikt en verder gedroogd wordt. Tot 30-35% droge stof, klaar voor de volgende fase, de vergassing, waardoor we weer energie halen uit dit droge materiaal.
Het is zelfs zo schoon dat ik het durf te drinken. Proost.